Ja, de cultuur gaat hier met een razendsnel tempo voorbij. Want er staat alweer iemand achter de microfoon. Janneke Jager, yes. Vertel. Ja, midden in de afronding van een ene cabaretvoorstelling tour en de try-out fase van de nieuwe tour zijn wij gedwongen gestopt. Dramatisch natuurlijk. Ja, ja, voelt echt als een soort geknakt in nog voor de bloeitijd eigenlijk. Dat is de realiteit waar je dan opeens mee moet doen. Ja, maar gelukkig kun je nog wel zingen. Ja, en we zijn bezig met wat alternatieve opties te vinden voor huiskameroptredens en plekken waar er nog volgens alle maatregelen gehoord kan worden en genoten kan worden. En dat is toch wat je wilt doen als artiest om je stem te brengen. Dus, En je gaat ons iets laten horen, maar voor hoeveel mensen ga jij op het bord tekenen? Ik sta hier voor 5 mensen, mijn 2 muzikanten, waarvan de ene Bas Bons bij mij is vandaag. 2 muzikanten, technicus en het impresariaat. Heel goed, die 5 zetten we erop. En wat ga je zingen? Ik ga een nieuw nummer zingen uit mijn nieuwste voorstelling, Fantoomgeluk. En dat heet Gratis Tijd. Ga je gang. Duurt voor altijd. Wanneer stopt de zee? Het ruisen van het water. Na hoeveel nu ontspringt het later? Waar begint een vriendschap? En wanneer is het klaar? Van ooit intens verbonden tot het vergeten van elkaar. En hier heb ik nog wat foto's, maar wat moet ik daar nu mee? Ver door de nostalgie, we hadden geen. Bedankt voor de reis, maar we moeten nu weer door. En heb alsjeblieft geen spijt, we hebben niets verloren. We kregen gratis tijd. Waar begint vervreemding? Niet langer weten wie jij bent. Na hoeveel tijd verword je tot iemand die ik heb gekend? En hier heb ik nog wat foto's. Maar wat moet ik daar nu mee? Slagpunt. We hadden geen idee. Bedankt voor de reis, maar we moeten nu weer door. En heb alsjeblieft geen spijt, we hebben niets verloren. Alsjeblieft, geen spijt, we hebben niets verloren. We kregen gratis tijd.